allereerst hartelijk welkom aan iedereen die interesse toont in ons schitterende beweegpark. Dat is een eerste. Speciaal woord van welkom aan Ties Baste, die ook de training mee gaat verzorgen. Paul, even kijken, even afspieken. Paul van der Slik, die gaat de trainingen ook meedoen. Die is helaas verhinderd vandaag, maar maakt niet uit. Wij gaan even goed beginnen. Zij zijn beide werkzaam bij Ronald Korsten als fysiotherapeut. Dus sporten is altijd gezond natuurlijk voor iedereen. Zij gaan dus op dinsdag en op zaterdag gaan zij de trainingen verzorgen. Binnen in de tent is een informatiekraampje. Daar kun je een boekje meenemen, mocht je interesse hebben om te sporten dan. Waar alle uitleg in staat over alle toestellen, welke mogelijkheden er zijn. En ik denk dat de heren fysio's daar best nog een heleboel oefeningen aan vast kunnen knopen. Die voor iedereen ook te doen zijn, voor jong en oud. In 2018 heeft de gemeente het project Leefbaarheid Vitale Kernen gestart. Is de vraag gekomen naar de mensen toe om... of naar de inwoners van Sint-Tunis om met ideeën te komen om een leuk iets te doen voor de leefbaarheid te vergroten in het dorp. Wij hebben als buurtvereniging gedacht van we gaan dat doen door middel van een prachtig beweegpark. Is gezond voor iedereen buiten sporten en vooral in deze coronatijd is het gewoon geweldig om mee te maken. Iedereen kan op zijn eigen tijd wanneer hij zelf wil en op zijn eigen niveau sporten. De toestellen die zijn dus ook als eigendom van de buurtvereniging. De grond van die eronder ligt is van de gemeente, maar de toestellen zijn van ons. Dat is zo afgesproken, zodat wij ook het onderhoud kunnen plegen voor het hele park. Dat we dat in de gaten kunnen houden, wat er allemaal gebeurt. En dat de gemeente daar geen werk aan heeft. Daar zijn we heel blij mee. Mocht er iets kapot zijn, mocht er iets ontbreken... geef dat door aan ons e-mailadres beweegpark@hotmail.com. Niet zo heel moeilijk, maar het staat ook nog daar op de folder. Een advies aan alle gebruikers. Gebruik de toestellen waar ze voor gemaakt zijn. Laat alles heel. Is er iets kapot? Ja, wat ik net al zei, geef dat even door. Binnen in de tent is in het infokraampje, daar staat Monique dadelijk. Daar kun je gewicht raden. We hebben prachtige dumbbells. Dat zijn die flessen. Ik heb er nou even geen in de hand, maar dat had ik wel moeten hebben. Dumbbells voor alle niet-leden. De leden van de buurtvereniging die hebben al allemaal een dumbbell gekregen. Daar kan zand in, daar kan water in, daar kan steen in. Daar vroegen zelfs al mensen of er ook bier in mag. Ik zeg, dan zou ik wel het advies geven van je doet er dan triple in, is iets zwaarder. Dus dat kan altijd. Je mag erin doen wat je graag wil. Ga ermee oefenen. Je kan er ook gewoon als waterfles gebruiken. Ik wens jullie verder heel veel sportieve uren hiertoe op het park. En ik geef nu het woord aan Jos, onze voorzitter van de dorpsraad. Jos van ja. Buren. Ja, dankjewel. Ik wil in ieder geval beginnen met... terecht. Ik hoef maar ja te zeggen, ik krijg nog een applaus. Hè? Ik wil in ieder geval beginnen met de buurtvereniging Sansveld te bedanken voor de uitnodiging. En waarom sta ik nou eigenlijk hier? Dat kan waarschijnlijk te maken hebben met al mijn atletische prestaties en met die bouw. Hè? Maar ik vermoed dat er iets anders aan de hand is. Hier had eigenlijk iemand anders moeten staan. En degene die hier aan moet staan is degene die eigenlijk verantwoordelijk is voor de centen, voor onder andere wat hier gebouwd is. Dat is de wethouder. Wethouder Rob Poelman. Rob is op vakantie. En vandaar dat ze uit zijn geweken naar de voorzitter van de Vitale Kernen. En dat is toevallig ook, was dat mijn taak. En daar wil ik even iets over vertellen over die Vitale Kernen. Want het is gruwelijk belangrijk zeg maar, dat we dat voor Sint-Tunis hebben kunnen doen. En dat heeft ook heel veel voor Sint-Tunis opgeleverd. En eigenlijk is Vitale Kernen één van de drie trajecten die in onze gemeente lopen. Die eigenlijk van belang zijn om te weten. Vitale Kernen is begonnen in 2018. Is doorgelopen tot eind 2019. Dat is eigenlijk traject 1, daar kom ik dadelijk even op terug. Het tweede traject wat wij gelopen hebben, dat noemen wij DIPDOP. Dat is het dorp investeringsplan en het dorp ontwikkelingsplan. En het derde traject wat loopt is op dit moment, misschien ziet het ooit staan, de kernen-CV's. En eigenlijk gebeurt er in alle drie die projecten hetzelfde. Onze gemeente is eigenlijk een beetje de kluis aan het leegrijden. De reserves van de gemeente beschikbaar aan het stellen voor... de dorpen zelf. Dus we hebben met de 7 dorpen van onze gemeente, nu nog, hè, dat is nog een paar maanden, dan is het over, hebben we verschillende trajecten gedaan. En in een traject hebben we geprobeerd geld
veilig te stellen, vrij te maken voor die dorpen. Nou, dat is één loopt dus nog, hè. De kern ECV loopt nog, maar het dorpontwikkelplan, daar hebben we als dorpsraad en met ondersteuning van heel veel mensen uit Sint-Tunis 6 projecten ingediend en alles bij elkaar een paar ton, achterovergedrukt mag ik niet zeggen, maar veiliggesteld wel. Dus een paar ton voor Sint-Tunis gehouden wat we in Sint-Tunis kunnen besteden. En die vitale kernen, wat dit eigenlijk een uitvloeisel van is, dat is toch echt het noemen wel waard. Daar had de gemeente 1.250.000 euro gereserveerd voor 7 dorpen. En die 7 dorpen die konden plannen indienen en er werd vooral gevraagd aan de mensen zeg maar, die ze indienden van het is niet zo dat jullie geld krijgen, jullie moeten er iets voor doen. En het was eigenlijk zo dat de helft van de investering kwam uit het potje van de gemeente en de helft van de investering moesten de mensen zelf doen. Nou, niet iedereen wil een hele hoop geld op tafel leggen, maar wel heel veel mensen en zeker hier ook deze buurtvereniging, die willen heel veel energie en heel veel inzet en heel veel inspanning leveren om iets te doen voor de leefbaarheid van het dorp. En zo hebben wij in Sint-Tunis 13 aanvragen behandeld binnen de vitale kernen. Alle aanvragen hebben we kunnen honoreren en dat varieerde van 1000 euro tot 170.000 euro, dus er is best groot geld mee gemoeid. En alles bij elkaar hebben wij 13 aanvragen kunnen honoreren. En dit is het sluitstuk daarvan. Het was ook onze laatste aanvraag, José, die we behandeld hebben. De laatste aanvraag die we goedgekeurd hebben. En er staat er eindelijk. Ja. Het mooie van de Sint-Tunisse aanvragen was, vond ik, maar ik ben er ook echt van vitale kernen en van een vitaal dorp, dat niet het geld is gestopt in stenen of in paadjes of in dit soort zaken. Al onze aanvragen in Sint-Tunis gingen over activiteiten van mensen onder elkaar. Er waren mensen bij die wilden een barbecue organiseren. Er waren mensen bij die gingen een kiosk bouwen op de Brink. Dit, allemaal activiteiten. En dan kunnen zeggen van ja, geld in een dorpshuis of in een gemeenschapshuis stoppen. Dat is ook voor het dorp. En dat klopt ook, daar kan ik helemaal niks tegen hebben. Maar ik vond het zo kenmerkend voor Sint-Tunis dat het vooral ging over menselijke energie. Over samenwerken met elkaar en met elkaar dingen willen doen. En ja, dat streelt me hard, laat ik het dan zo maar zeggen. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat het op die manier is gebeurd. En ben ik blij dat we als commissie van de vitale kernen alle aanvragen hebben kunnen honoreren. Want het was gewoon geweldig om te doen. Ik zie Hubert hier knikken, het zat erin bij de meeste aanvragen. Overigens, die commissie was niet alleen vanuit de dorpsraad, maar er waren ook gewoon inwoners van Sint-Tunis inactief. Dus om er een goede mix te hebben. Maar ik ben wel blij en opgelucht dat dit er staat. Niet alleen omdat het zo verschrikkelijk mooi is geworden en omdat ik ook regelmatig zie dat het wordt gebruikt. Maar het had wat kruim gekost, hè, José. Dus ik ben er heel blij mee dat het gelukt is. Ik wil jullie complimenteren zoals het eruit ziet. De degelijkheid. Hè. Het is niet zomaar even iets aanschaffen en dan zijn we er ook vanaf. Hier is heel veel energie ingestopt om het goed te doen. Dus ik ben het helemaal met José eens. Ik hoop dat heel veel mensen hier gebruik van gaan maken. Dan weet ik dat in ieder geval het geld van die vitale kernen voor Sint-Tunis wel besteed is. Dankjewel. Daar wil ik heel graag nog eventjes iets aan toevoegen. Onze voorzitter, Ger Jansen, heeft hier heel veel tijd en uren in ingestoken. Het heeft hem bloed, zweet en tranen bijna gekost. Op dit moment is hij verhinderd. Maar wij zijn zeer zeker dankbaar dat hij dit ook met ons heeft kunnen doen. En dat we daar oprecht trots op kunnen zijn wat we hier allemaal hebben staan. Wij gaan nu over naar... Ja, terecht. We gaan nu over naar het lintje knippen, maar ik heb mijn assistent heeft geen schaar. Daar gaat-ie. Het beweegperk is geopend, jongens. Dat is weer proficiat, hè? Ja, dank je wel. Mooi gedaan, heel mooi gedaan. Dank je wel. Nou, hou je niet in? Beginnen. Voor de mensen die later aan zijn komen. Jos Verduren, voorzitter van de dorpsraad van Sint-Tunis. Opmerkelijk bij deze opening van dit beweegpark is dat de verantwoording eigenlijk in eerste instantie ligt bij een buurtvereniging, Sanseweld. Ja, klopt. Klopt. Ja, opmerkelijk. Het was een van de eisen, zal ik zo maar zeggen, van de gemeente, hè, dat het initiatief vanuit de burgers zelf kwam. En dat had geresulteerd in Sint-Tunis voor tot een 13-tal initiatieven, allemaal door de burgers zelf ondernomen. Variërend van een kleine barbecue tot een grote investering op de Brink. En het project heet Vitale Kernen en dat hebben ze op Sanseveld wel heel letterlijk genomen door te investeren in een beweegpark en het voor iedereen toegankelijk te maken. Ja, en nou is het zo van, we hebben dat even neergezet en bekijkt, maar nee, er wordt gericht
zeg maar, onderwijs gegeven. Ja, ja, ik heb begrepen dat er 2 dagdelen in de week is op begeleiding hier. Dus die het sporten begeleiden en ook zorgen dat het op een verantwoorde manier gebeurt. En het gaat nog verder, want de buurtvereniging Sansenveld moet ook zorgen voor het onderhoud, dat het netjes blijft en zo. Dus die hebben ook het beheer van het spul. Het is niet zo neerzetten en we zijn er vanaf. Het is echt een jarenlange investering van de buurtvereniging. Het past natuurlijk wat, dat kunnen we een nationaal verschijnsel noemen, in het kader van bewegen mensen. Hè? Blijf ja. in beweging. Ja. En dat was tijdens de, ja. de corona. Ja. Dat zit er ook wel achter. Dit zit er achter, ja. Dat is misschien nog wel het moeilijkste van het grote geheel, om de mensen in beweging te krijgen en om ze in beweging te houden. Maar wat je hebt gezien met de corona is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van sportscholen naar zelf bewegen. Mensen zoeken allerlei manieren om zelf in beweging te kunnen blijven. En daar is dit een hele mooie aanvulling voor het dorp voor. We zouden kunnen zeggen, Sint-Tunis is helemaal in beweging. Ja, ja, kan je wel zeggen. Maandag is de bouwvak afgelopen, hè? Dan beginnen dan begint men aan de voorkant van het dorp bij het landschapspark te verbouwen. Men begint bij Chef van de Weem de pompstation te verbouwen. We hebben afgelopen week met de gemeente hele goede afspraken gemaakt over het Brink. Zoals de Brink straks in de nieuwe opzet moet gaan worden. Inclusief de activiteiten die er moeten gaan plaatsvinden. Dus het is van links, rechts, midden, overal is het in beweging. En wij merken ook dat Sint-Tunis in beweging is doordat mensen graag mee willen doen. Waar het 2-3 jaar geleden lastig was om vrijwilligers te vinden voor het dorp om iets te doen voor elkaar, staan ze nu bij wijze van spreken op een soort wachtrij en wil men wel iets doen voor het dorp. Dus we hebben echt een positieve beweging op het moment en een goede vibe, zoals ze dat in Duitsland noemen. Want jullie als dorpsraad, als dorpsraadleden staan natuurlijk midden in het dorp, letterlijk en figuurlijk. Dat zal moeten, ja. Waar komt dat vandaan? Die betrokkenheid? Opleving. Die betrokkenheid? Ja. Er is duidelijk een appel gedaan op de mensen zelf. We hebben een paar jaar geleden, is hier op de nieuwjaarsbijeenkomst door het cabaret van Nix, het beroemde spiegeltje van Nix, overhandigd. Dat mensen toch maar eens in de spiegel moesten kijken van waar ben ik nou zelf mee bezig of wat doe ik voor mijn dorp. En dat was dezelfde bijeenkomst als waar we een nieuwe burgemeester hebben gepresenteerd en waar de voorzitter van de dorpsraad een appel deed op de bewoners. Dus ik weet niet wie van de 3 de doorslag heeft gegeven, maar het was wel van belang dat mensen dachten van ja, als we zelf niks doen, gebeurt er niks. En daarna hebben wij in Sint-Tunis de Trots Sint-Tunis, ons eigen maandblad, opgericht. En dan hadden we in een mum van tijd 35 vrijwilligers die daar mee willen werken in de redactie, in de bezorging. Ja, en dat was hartverwarmend. Dat was prachtig. Kun je spreken van waar het vroeger wat gemoppeld werd, allemaal een beetje negatief klonk, zitten we nu in een positieve spiraal? Ja, dat durf ik hardop te zeggen. Dat durf ik echt, ja, het was echt een negatieve spiraal. We trokken elkaar ook een beetje naar beneden en ja, de winkels gingen dicht en dit was er niet meer en dat was er niet meer. En ja, dat heeft toch invloed op het gemoed van de mensen. En nu ligt er een centrumplan, er ligt een brinkplan, er zijn een hele hoop activiteiten sowieso gaande. Er is weer een dorpsblad. Dus ja, we hebben denk ik het dieptepunt gehad en we zijn op dit moment eruit aan het klauteren. En dat betekent dat we de komende jaren nog hard moeten knokken voor een nieuw Sint-Tunis. Sint-Tunis gaat echt veranderen. Maar ja, dat is een enorme uitdaging, daar kijken we naar uit. Dan kom je al gauw terecht bij de tijdspannen. Hè? De plannen die zijn, ja, laten we zeggen, die zijn duidelijk, maar die moeten we uitsmeren over, mag jij zeggen? Nou, ik schat 1 jaar of 8. Als je gaat kijken naar alles wat er met het centrumplan moet gebeuren. We praten over 450 wooneenheden in Sint-Tunis erbij, dus dat is een kwart extra. Ja. We gaan van 1800 gaan we straks naar 2200-2300 woningen in Sint-Tunis. We gaan van 4 naar 5000 inwoners. Ja, en dat kan niet van vandaag op morgen, dat heeft zijn tijd nodig. En ik verwacht dat we daar, ja, wat ik zeg, 7, 8 jaar moeten we toch wel voor uittrekken om het nieuwe Sint-Tunis te zien. Een van de centrale punten is natuurlijk ook MFA, MFC Oelbroek. Hè? Ja. Daar zijn ook al heel veel jaren verstreken, maar dat nadert zijn volleiding is ook belangrijk. Ja, ja, ja. Ook daar wordt maandag weer gestart met de verbouwingen. Dan is de bouwvak achter de rug. Maar men is ook al bezig, zeg maar, met de inrichting, met de verzelfstandiging, met het werven van vrijwilligers, een nieuwe coördinator. Dus ook daar zet men belangrijke stappen om straks de MFA goed in het dorp te kunnen gebruiken. Ik hoor hier de voorzitter van de dorpsraad van Sint-Tunis zeggen, Sint-Tunis heeft toekomst. Sint-Tunis heeft toekomst. Altijd gehad, maar nu weten we het zeker.